Hallo, fietsmakkers. Zijn jullie nog mee? Voel je de polders in de kuiten? Hoog tijd voor een rippel. Mijn kleine pootjes zijn moe. 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 Helemaal niet moe. Wij zijn niet moe. We zijn nog maar in moeren. Het woord moeren komt van moeras. En van waar je komt, zag je al heel veel weiden, beekjes en mooie vogels. Zag je ook die reiger en de kikker? Maar ja, ik ben een vos en lig op de loer. Ook op mijn ros. Ik zag vooral de veldmuis. Maar ja, ons kent ons. We koersen ons zot om te ontsnappen aan jagers van alle soorten. Moet je maar wat sneller trappen, Kras? Maar ter zake. We staan voor de kerk van Moeren. Een kerk ter ere van Sint-Niklaas. Echt iets voor kids met een fiets. Binnen de kerk staat een historische orgel van de boeren van Peethem. Is dat ook geen coureur? De Peter is zeker een coureur, maar heeft niets met dat orgel te maken. Maar hier is het wat triestig. Dat kleine engeltje hier is de engelbewaker van een kindje dat vermoord werd. De moordenaar werd nooit gevonden. Maar het verhaal blijft leven in Moeren. Oei, dat is kras. Zeker kras, kras. Maar we moeten verder. De klok op de toren wijst de tijd. Hé, hey, wat een vreemde toren. Het doet me denken aan mijn lessen wiskunde. Hé, hey Chris. Je was toch die muis met een buis? Een buis voor wiskunde? Nee, Chris. Dat heb je mis. Maar geef toe, die toren heeft toch veel zijden? Klopt als een kerkklok. De toren van de Sint-Niklaaskerk heeft een veelhoek als fundament. Hoeveel zijden telt de toren?